Goedemiddag, vandaag is de dag. Vandaag hoop ik dat ik officieel gekroond kan worden tot sales koning. In aflevering 1 heb ik de basisprincipes van sales geleerd van Cialdini. De vorige aflevering heb ik paprika kennis les gekregen. En deze aflevering ben ik weer bij Joost. Hey. Calvin, ja. We nemen zo meteen mee naar de markt. Okay. Op die markt ga jij paprika's krijgen. Mm-hmm. En het is de bedoeling dat jij binnen een uur die hele tray paprika's verkoopt. Oké. Okay. Als dat jou wel lukt, is de challenge geslaagd. Oké. Okay. Lukt het niet? Oké. Oké, ik ben bijna bij de Tenkatermarkt. Nee. Ik zoek Soefje. Dat ben ik. Ja? Hey. Aangenaam. Ik kom je even helpen vandaag. Ja, dat mag. En dit zijn allemaal uw groenten. Allemaal groenten en fruit. Groenten, fruit, hoppakee. Ik hoorde dat je paprika zou verkopen. Ja, zeker. Ja, ja. Heeft u die? Die heb ik voor je. Nou, dat is hartstikke mooi. Ja? Nou, loop even mee. Ja. Kijk eens aan. Dat zijn je paprika's. dit zijn er wel veel, hè. Ja, lukt jou dit? Niet in een uur. Voor mij wel. Hoeveel kost het? €3. €3? Mag ik een beetje schreeuwen? Ik mag schreeuwen, zo hard als je kan. Oké. Ja? Ik ga denk ik maar aan de slag, jongens. Dames en heren, jongens en meisjes. Welkom op de Tenkatermarkt. Alsjeblieft. Hartelijk bedankt. De eerste 3 paprika's zijn verkocht voor €1. We gaan op pad, jongens. Dames en heren, 3 paprika's voor €1. Dit is de allerbeste deal ooit. Ik heb toevallig zin in paprika. 3 paprika's voor €1. Ik doe mijn uiterste best, maar het is vandaag geen paprika dag. Ik ga over op mijn volgende tactiek. Ik heb geleerd van Mano dat schaarste zeer belangrijk is. Dat betekent dat als ik ervoor zorg dat ik nog maar 2 paprika's of zo in mijn mandje, dan kan het niet anders dat iemand zegt, ah joh, die laatste 3, die koop ik wel van je. De allerlaatste paprika's. Heb jij €1 bij je? €1. 3 paprika's voor €1. Juist. Hoppakee. 1 paprika, 2 paprika. Ik zou er snel bij zijn als ik hier was. U moet er nog 3 hebben. Nou, dat zou fantastisch zijn. Heb je al een zakje? Goed, de klanten beginnen toe te nemen. Ik begin een waar fenomeen te worden op deze markt. En ze zien dat het schaars is deze dagen. Er zijn weinig paprika's over, dus die tip werkt sowieso. 3 paprika's voor €1. U weet niet wat u mist. Zeer gezond. En populair. Vooral onder knappe mannen. Dat zijn de allerlaatste 3. Ik ben trots eigenaar van de allerlaatste 3 paprika's die ik nog had. Die heel vertegenwoordig. Dus laten we met z'n allen even eerlijk wezen. Ik kreeg een stinkend rijk te worden vandaag. Sjoefie, ik heb er nog maar 3 over. Ja? Ja. Ja, die wil ik voor jou overnemen dan. Ja? Ja, tuurlijk. Nou, dat zou legendarisch zijn. Ja, toch? Absoluut. Ben je even je eigen paprika's afgekomen? Ja, kijk eens. Dankjewel. Nou, fantastisch. Ja, dit waren de allerlaatste 3. Goed, het avontuur zit erop. Ik heb het gehaald, of misschien niet helemaal 100% eerlijk. Maar goed, ik heb wel geleerd hoe het is om goed te verkopen. Ik vind dat ik veel paprika's verkocht heb in een hele korte tijd. Zelfs Sjoefie vond het knap. Dus daar ben ik heel blij om. En ik ga Joost even vertellen hoe legendarisch ik het gedaan heb. Zijn we weer? Hoe is het gegaan, jongen? Ja, het ging fantastisch. Ja? Het ging echt bijzonder goed. Ik merkte dat het aan het begin was het een beetje stroef. Dus dat was een beetje moeilijk, moest even inkomen. Toen kreeg ik een fluoriserend bord waarop stond 3 paprika's voor €1. En ik heb een beetje lopen schreeuwen. Ja, en dan piep. 3 paprika's voor €1. Ik heb gele, groene en rode. Ik had alleen rode helaas. En uiteindelijk heb ik wat trucjes toegepast. En toen ging het soepel. Ja. En wat voor trucjes dan bijvoorbeeld? Nou, ik heb die schaarste had ik veel aan. Ja? Dat is echt briljant. Daar heb ik echt. Ik leg gewoon 3 paprika's neer. En je merkt gewoon dat mensen dan in één keer denken, ah, oh, dit moeten we hebben. En ja, er zijn nog maar 3. Het sprong er bovenop. Hey, Calvin, je hebt natuurlijk een hoop geleerd vandaag. Wat is nou hetgene waarvoor je zegt, dit is echt iets wat ik ook gewoon met mijn volgers wil delen, om aan hem mee te geven als tip? Ja, ik denk het allerbelangrijkste is dat je gewoon iedereen als een mens behandelt en gewoon praatjes maakt. Ja. En gewoon vriendelijk bent. En dan kom je gewoon echt heel ver. Dat sympathie ding, dat vind ik misschien wel het belangrijkste. Had je ook nog het gevoel dat je vooral jezelf aan het verkopen was? Ja, absoluut. Ja, hè? Ja, 100%. Het ging eigenlijk helemaal niet om die paprika. Nee, ik was gewoon die guy die gewoon iedereen een beetje aansprak en zo. Een beetje lullen, een beetje kletsen. Hey kerel, ik wil je bedanken. Ik heb echt een hele leuke aflevering met je gehad. Ja, toch? Ik ben echt super benieuwd wat er nog allemaal gaat volgen in de challenges die we gaan doen bij anderen. Ja, toch? Ja, ja. Ik heb vernomen dat de kijkers mogen bepalen wie er de volgende keer op deze stoel gaat zitten. Dus wie er meegaat om een nieuwe skill te leren en wie wordt uitgedaagd door Young Capital om dat te doen. Dus jullie kunnen dat zelf achterlaten in de comments. Bedenk iemand, een influencer, een YouTuber, een zanger, weet ik veel wie. Iemand die je graag op deze stoel wil zien zitten en wie je een nieuwe skill wil zien leren.